uitgekeken. Doe het in rams. En het finaal aan stukken breken. Doe het in rams. Maak het helemaal kapot. Beuk het murf tot op het bot. Ja, in rams. In rams. Opgehoepeld, weg ermee. In rams. In rams. Dat doen we op tv. En deze keer de makelaar. Ik ben de interviewster en ik ga een makelaar interviewen, meneer H. Beukerin. Meneer Beukerin, makelaar word je niet zomaar. Nee, het is een jarenlange studie. Veel vakken, bouwkunde, vastgoedeconomie, bedrijfsmatig en landelijk vastgoed. Taxatie, financiën, juridische aspecten, heel specialistisch werk. En toch heeft u nu een reclamespot waarin u zegt dat de verkoper heel veel zelf kan doen. Ja, nou, kijk, we willen de makelaardij natuurlijk wel onder de aandacht blijven brengen. Voor de gemiddelde koper-verkoper wel te verstaan. Ja, als ik u was, zou ik dan de nadruk leggen op mijn uitgebreide kennis, zodat uw klant gaat denken... Ja, zonder zo'n makelaar gaat het niet lukken. Nou, kijk, hè. De trend is dat mensen alles zelf willen doen. En die trend bestaat al langer. Op die manier worden we steeds vaker aan de kant gezet. En op die trendspelletjes gaan we gewoon in. Geeft u eens een voorbeeld. Onze eerste spot, kent u hem? NVM, goed gevoel, met die softe damesstem. Ja, ik ken hem. Eerlijk gezegd vind ik die spot echt heel nietszeggend. Zegt niets, maar werkt op het gevoel. De spot is trouwens heel voordelig, omdat hij zo kort en bondig is. Een bijkomend voordeel. Mij viel dat spotje op, waarin het boeken van een vakantie wordt vergeleken met het doen van bezichtigingen. Ja, dat is helemaal in dezelfde lijn, maar met iets meer body, zo gezegd. Is u die mevrouw opgevallen die zegt, maar alle andere dingen die bij een makelaar horen, die heb je wel. Ja, ik vind dat wel erg naïef klinken. En ik vraag me dan ook af wat die andere dingen allemaal zijn die bij een makelaar horen. In de spot leggen wij de nadruk op de bezichtigingen. Geweldig, die halve zool die zo overtuigend zegt. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En we stippen dan nog even kort het juridisch-financiële aspect aan. En wat biedt u de mensen dat wij in de spotjes niet zien? Nou, eerlijk gezegd, ons vak is... Als het tenminste niet gaat over heel specifieke objecten,
Ons vak is de laatste tijd heel erg vereenvoudigd. De meeste van mijn collega's en ikzelf houden ons bezig met de woningmarkt. En dat is een eitje. Zo, en hoe ziet zo'n eitje eruit? Kortweg, taxeren, kadastraal uittrekseltje halen, koopcontractje maken, eventueel het bestemmingsplan even checken en dan wachten tot de verkoper met een koper op de proppen komt. U voert de onderhandelingen niet? Ach, mevrouw, de meeste mensen denken dat ze het zelf het beste kunnen. Dus laat ze. Als ik het zo hoor, kost uw beroep weinig tijd. Sterker nog, onder ons gezegd en gezwegen, vrijwel geen tijd. Ik heb een aantrekkelijke jonge dame op kantoor die de meeste zaken helemaal zelfstandig af kan. Weet u, dat gevoel van ik heb niets om handen, heb ik gedurende de crisis opgedaan. En het beviel uitstekend. Tijd voor de kinderen, golven, heerlijk. Bedankt voor uw tijd. En dan de conclusie van vandaag. De makelaardij is in de rams. En het is door de beroepsgroep zelf zover gekomen. Ze adverteren er zelfs openlijk mee. Goedenavond. Er helemaal op uitgekeken. Doe het in de rams. En het finaal aan stukken breken. Doe het in de rams. Maak het helemaal kapot. Beuk het murf tot op het bot. Ja, in de rams, opgehoepeld, weg ermee. In de rams, dat doen we op tv.